De buizen van de Elicano zitten met roestvrij stalen veertjes aan elkaar. Maar ja, na verloop van tijd wil zo'n veertje wel eens doorroesten, breken, kapot gaan. Bij de ene is dat na 2 jaar, bij de andere na 20. Maar die veertjes kun je vrij eenvoudig vervangen. Dit zijn de veertjes. Het ene eind gaat in het spiedeel en het veertje dat gaat in het mofdeel. En dat blijft op dit veerklemmetje in de stang zitten. Voordat je het veertje gaat aanbrengen, trek eerst een paar handschoenen aan, want die haakjes zijn vlijmscherp. Om het veertje op zijn plek te zetten, heb je een lange schroevendraaier nodig van 23 centimeter, met aan de top van, de schroevendraaier een klein veetje geslepen, zodat je het veertje op zijn plek kunt schuiven in de stang. Begin eventjes met het veertje wat in het spiedeel, het smalle buisdeel gaat. Ik zet het klemveertje een klein stukje in de stang. Op deze manier. Ik zet het veetje van de schroevendraaier op de kruispunt in het veertje. En ik schuif het klemmetje voorzichtig het spiedeel van de buis in. Tot ik hier nog een centimetertje over heb. En dan zit de eerste kant erin. Het veertje dat gaat in het brede deel. Het mofdeel van de buis. Ik check eerst nog even of er nog geen restanten in zitten van een oud veertje. Zet het klemveertje weer een stukje in het brede deel van de buis. Zonder handschoenen haal je hier gegarandeerd je handen mee open. Zo staat het veertje op zijn plek. Plaats de schroevendraaier met het veetje weer in het kruispunt van de staaldraadjes van het klemmetje. En schuif nu voorzichtig het veertje in de buis. Totdat de staakkabeltje strak staat. En de buis is weer gerepareerd.